Sebela, alsjeblieft. Wil je alsjeblieft weggaan? Gewoon niet meer spawnen? Hoewel, je bent wel rood daarentegen, dus ja. Hey, we hebben een masterball. Nice. There we go. En natuurlijk onze Metacross is natuurlijk daardoor ook nog eens een keer voor 70 geworden. Ik zei nog zo, wil je weggaan, Sebelai? En we krijgen de masterball. Dus je hoeft niet helemaal weg, gewoon een klein beetje weg. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pixelmon. We gaan vandaag weer lekker verder met de Pixelmon serie. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk alvast even op dat duimpje omhoog. Ben je een nieuw abonneer? Welkom. Abonneer ook meteen op mijn tweede kanaal, Duffy Meer. Linkje kan je natuurlijk vinden beneden in de beschrijving. En mensen, vandaag gaan we nog even de laatste hand leggen aan het trainen van onze Pokémon. Ik zorg dat we nog maar iets minder dan 100 kills hoeven te maken voordat onze orb vol zit. We gaan dus vandaag de laatste hand eraan leggen, want het moet makkelijk lukken dat we vandaag onze Pokémon richting het gewenste level zullen krijgen. En uiteindelijk natuurlijk de boel af te kunnen maken met de Rare Candy, wat natuurlijk vrij makkelijk wat dat betreft te doen is. Dan rust ons nog maar één ding en dat is natuurlijk ja, toch wel best wel hard hopen op een Move Relearner. Die kunnen overal spawnen. Dus wat ik ook wel vaker zeg, het kan maar zo zijn dat we zo meteen in één keer een Move Relearner zien. Maar het moet wel eventjes gebeuren. En dan met name natuurlijk het feit dat ik een aantal aanvallen misschien hier en daar nodig ga hebben op mijn legendaries. En ja mensen, ik weet het, de legendaries zullen niet fantastisch zijn tegen de gym, I know. Maar ik ga ze daar wel voor gebruiken. Dus, maar ja, het zou wel fijn natuurlijk als we dat nog tegenkomen. En of course ook om hier en daar natuurlijk nog een aanval te leren op een Pokémon die we natuurlijk hebben liggen. Want ja, soms moet je toch gewoon eventjes een beetje je Pokémon aanpassen op de gym battle die je gaat doen qua aanvallen die ze hebben. Dus ja, we moeten ons daar wel een beetje op voor gaan bereiden. Dankjewel, Groudon level up. Oké, okay. Nou, dat is allemaal niet zo boeiend dit. En we staan lekker hier beneden. Nice, oké. Okay. En we gaan terug naar de top tower. There we go. Even snel healen. Ik wil zeggen natuurlijk dat Groudon en shit wordt ook allemaal op deze manier wel hoog qua level. Alleen ja, er komt natuurlijk bij kijken dat ik een Heracross heb liggen van 82. Dus aan de andere kant zullen allemaal rond de level, of 81 volgens mij, zullen allemaal in ieder geval rond dat level zitten. Dus wat dat betreft, ja, het maakt niet eens zo heel veel uit. Discharge kunnen we hier wel eventjes voor gaan leren. We krijgen wederom een Rare Candy, dank u wel. En we kunnen weer door, hoppatee. Want dit is gewoon eventjes power levelen trainen, om het zo maar allemaal te zeggen. Sebelai, jij moet doodgaan, hoppatee, dank je wel voor de puntjes. Dank je wel voor je amulet of coin. Eigenlijk zou ik die gewoon om moeten doen als ik geld nodig heb, maar ja. Hallo, Rare Bosje, kom eens even hier jij. Ik zou zo blij zijn als ik nou gewoon even de Move Relearner zou zien. Maar ja, dat zou wel weer niet. Wel weer een Rare Candy. Dat is ook hetgeen, ik ben ook echt heel erg aan het rondkijken of ik ook daadwerkelijk zo'n oud mannetje zie. Maar tot nu toe gebeurt dat maar niet. En wat ik zeg, die dingen zijn gewoon random dat ze overal kunnen spawnen. En ook een random spawn rate. Dus wat dat betreft, nou random, je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, het is gewoon een kwestie van wachten en hopen. Maar het is wel natuurlijk een fokt op wanneer je hem nodig hebt. Want wanneer je hem natuurlijk niet nodig hebt, ja, dan kom je hem natuurlijk altijd tegen. Die hem nodig hebben, ja, dan niet, terwijl onze info blijkbaar vol zit. Take it. En we douwen alles maar weer even dan hierin, wat we allemaal wel niet allemaal hier wel en niet in kunnen douwen, weet ik het allemaal, joh. Maar maakt ook allemaal uit, joh. We douwen het gewoon allemaal erin, want hey, waarom niet? We hebben toch onze hele info met al die troep, dus ja. We kunnen dus alles maar gewoon erin douwen. Zo, hoppatee. Oké dan. En door. En door. We hebben geen tijd, we hebben niet eens tijd om de boel uit te zoeken wat we allemaal krijgen. Nee, het is gewoon een kwestie van doorgaan, doorgaan, doorgaan en gewoon die puntjes pakken en heerlijk die Rare Candy binnen blijven slepen. Want, oh yes, ik ga zeker Magnezone level uppen met Rare Candies. Om gewoon heel veel tijd te besparen. Gewoon om heel veel tijd te besparen. Kom maar door met die Rare Candies. Lekker man, heerlijk. Hey, weer een rode. Zeg ik er wel wat rode bossen op het moment. Zo, en dan als het goed is kunnen wij jou nu dood crunchen. Oké, dan ga je nu wel dood. Hey, dankjewel. En we krijgen een Ender Dragon Egg. Altijd al willen hebben een Ender Dragon Egg. Daar kan je trouwens toch helemaal niks mee met een Ender Dragon Egg. Het is toch gewoon puur als trophy bedoeld van, yo, je hebt de Ender Dragon verslagen. Dit is je trophy, het ei. Right? Het is verder niks meer, niks minder. Niet dat je er iets speciaals mee hebt of wat dan ook. Dus aan de andere kant, ja, wat wil je met zo'n ei? Misschien natuurlijk dat er ooit dat ze er iets mee gaan doen van, yo, als je 6 eieren hebt, dan kan je een gigantic Ender Dragon spawnen. Het zal lachen zijn, maar ja. En dan nog, wat heb ik natuurlijk helemaal eraan in Pixelmon? Nou, dat wel helemaal niks. Terwijl we daarin Rapidash zien. Nou, die hebben we helemaal niks aan. Snel door, 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 door. Go, 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 go. Hallo. Hallo. Ik moet wel zeggen, ik moet even checken welke level Infernape shit er allemaal is. Level 66 dus. Oké, zo level 66, Metacross bijna level 70. Dat gaat lekker. Dat gaat heel lekker.
Want dat is natuurlijk hetgeen waar we... Ik denk dat sowieso als ik hem level 70 heb, dat het op zich wel redelijk al is. En dat we dan vooral eens moeten focussen op het trainen van de Magnezone. Natuurlijk, we zullen gewoon doorgaan met alles trainen, daar niet van. Maar het is nu voornamelijk dat de Magnezone behoorlijk achter ligt. Maar goed, we doen ons best er voortdurend voor. Dankjewel voor de heerlijke XP'tjes. Dankjewel voor een Ability Capsule, die we trouwens ook echt continu blijven krijgen. Ik moet zeggen, veel rode bosses de laatste tijd. Vind ik super chill, want dat is gewoon meer XP en leuke items. In ieder geval, dat kan je ervan krijgen. Dus ga er vooral mee door. We zien er wel een Flaffy. En ik hoor een Sableye. En ondertussen kijk ik even of wij een oud kereltje zien. Maar natuurlijk zien wij die niet. Waar zit die? Oh, wacht. Dit is helemaal geen Sableye. Wat? Of wel? Huh? Ik dacht dat ik net een Sableye hoorde, toch? Of niet? Ben ik nou gek? Ja, hier ergens. Wat? Ah, hoe word je er zo moe van dit? Waarvoor stop jij? Jij bent geen boss. Oh, gaan we echt zo moeilijk doen, jongens. Gaan we nou echt zo ontierlijk moeilijk doen? Hier hebben we hem. Oh, blijf nou gewoon fucking staan voor het op het fucking platform, man. Je bent zo vervelend. Je bent echt zo vervelend. Hoppatee. Ik heb nog zo weinig XP voor jou. Alleen het is gewoon puur dat... Oh, wat heb ik nou aangeklikt? Of. Het is natuurlijk puur dat ik ik hem moet killen voordat ik voor mij nieuwe kan spannen. Volgens mij kunnen het niet meerdere bosses tegelijk spannen. Dat is het fucked up eraan. Maar ja. Ik heb helemaal geen zin om die te killen, kappen. Dit douwen we ondertussen allemaal hier weer in. Waar we natuurlijk in kunnen douwen. Want fuck die bullshit. Hey, en weer door. En weer door, en weer door, en weer door. Hallo. Ondertussen nou hier kijken. Zie ik iets? Nope. Ik zie niks. Oké. Okay. Hoi. Kom eens even hier, man. En we eten jou lekker. Hoppatee. Dankjewel voor de points. En wederom een Rackcandy en een Quicklaw. Dat is wel lekker. Ik denk dat we gewoon morgen waarschijnlijk de Ice Gym aan kunnen, mensen. Ik denk echt dat het morgen al gaat zijn. Ik denk dat we zoals vandaag nog de Rackcandy's gaan inleveren, wat dan ook. En dat we dan gewoon ready zijn ervoor. Denk ik echt. Ik denk serieus dat het gewoon gaat lukken. Want ik bedoel, 38 Rackcandy's. Magnezone is bijna level 50. Hero of Metacross bijna level 70. Infernape bijna level 70. Dit gaat hem worden, hoor. Dit gaat hem echt worden. Lekker, man. En daarna kunnen we natuurlijk ook bijna al bezig gaan met het vullen van de Moltres Orb. En sowieso wil ik ook binnenkort nou echt eens een keertje die Ho-Ho hebben. Dus we gaan sowieso de Orb vullen in de Ho-Ho biome ook nog. En ik ga sowieso daar urenlang staan. Want ik wil en zal die Ho-Ho nou eindelijk eens een keertje krijgen. Want ik krijg 80.000 van die fucking biomes. Maar voor de rest, ja, niks om zomaar te zeggen. Dus dat is pretty fucked up. Dankjewel, hoppatee. En... een... Sableye. Kom jij eens even hier, jij kleine Sableye. Magnezone level 59. En we krijgen weer een coin amulet. Fan-freaking-tastic. Sableye, alsjeblieft. Wil je alsjeblieft weggaan? Gewoon niet meer spawnen. Hoewel, je bent wel rood daarentegen, dus ja. Hey, we hebben een masterball. Nice. There we go. En natuurlijk onze Metacross is natuurlijk daardoor ook nog eens een keer level 70 geworden. Ik zei nog zo, wil je weggaan, Sableye? En we krijgen de masterball. Dus je hoeft niet helemaal weg. Gewoon een klein beetje weg. We hebben inmiddels gewoon 6 masterballen. Dat betekent gewoon een keiharde legendary hunt week moeten we gewoon gaan zetten. Eerlijk, mensen. Zijn jullie in voor een Legendary Hunt Week? Nadat ik dus de Ice Gym heb verslagen natuurlijk. Zo, ik moet wel praten en bereiden tegelijk. Natuurlijk, nadat ik de Ice Gym heb verslagen, dat we daarna gewoon Legendaries gaan hunten. Like, why not? Ik bedoel, ik heb als goed dus de Shelby Biome. En ik moet natuurlijk ook nog de Kyogre hebben. Ik moet natuurlijk ook nog de Fire Blitz... ik moet natuurlijk nog de Kyogre hebben. Die kan ik sowieso ook krijgen. Want ik weet natuurlijk waar die spant. Dan moet ik natuurlijk ook nog de Latias hebben. Of Latios. In ieder geval weet ik natuurlijk ook waar die spant. Dan moet ik natuurlijk ook nog de Ho-Ho hebben. Nou ja, goed. Die kunnen ook easy wat dat betreft zien te krijgen. Regigigas. Registeel. Moet ik eventjes voor kijken waar die ook weer precies spanden. Dan weet ik niet of ik een Shelby biome heb. Of ik dan een Flower Forest had. Volgens mij wel. Deoxys daarentegen volgens mij niet. Moet ik natuurlijk ook nog wel 2 masterballen achter de hand houden. Eigenlijk natuurlijk voor Moltres en Zapdos. Maar, hey. We kunnen voor best wel een end komen. En ik vind ook wel weer een keer tijd dat we die shit gaan krijgen. Want het is echt alweer een mokertje lang geleden dat wij gewoon een wilde Legendary hebben gehad. Gezien, gehad, alles. Dus dat wordt sowieso wel weer eens een keertje tijd. Maar goed, dan moeten we natuurlijk eerst wel eventjes dus die Ice Gym verslaan. Want anders, ja... Dan zitten we half bakken werk doen. Dat is ook niet iets wat ik wil. Ik wil natuurlijk wel gewoon alles gewoon
helemaal Gucci fam hebben, dus ja. Crunch jou even lekker down. 1-2 keer als je het niet erg vindt. Vind ik namelijk niet erg. Dus sterf, hoppatee. Lekker man. En we zien alweer dat onze Metacross alweer level 71 is. Ja, Infernape wil ik eigenlijk eventjes een level 70 hebben. Dat wil ik eigenlijk zo allemaal gaan levelen. Daarbij blijft Magnezone natuurlijk achter wat dat betreft qua level. Absoluut, waar we hier een reusachtige Sableye hebben. Magnezone blijft natuurlijk achter qua level. Maar, ja, dat maakt niet zoveel uit. Want die gaat natuurlijk gewoon dan lekker met de rekken en die up. En ja, er zou hier en daar iets minder zijn qua IV's en noem het allemaal maar op. Maar we weten ook mensen, daar gaan we niet eens moeilijk om doen. Terwijl mijn infje vol zit. Terwijl ik ondertussen time set 1 ga doen, want het is nacht en slaap en bullshit allemaal geen zin in. Dus we doen het lekker. Ik weet ook dat iemand zei, Duffy, je moet je leftovers altijd op Pokémon zetten. Want die, daarmee kunnen ze weer HP terugkrijgen. Dat geloof ik allemaal heel graag. Alleen, ik heb liever een Quicklaw erop dan dat ik een leftover op Pokémon zet. Even heel cru gezegd. In de zin van, ja, ik heb toch liever dat ik net even een aanval sneller ben dan dat ik dat heb. En dan kan je zeggen, ja, maar Duff, het is wel eventjes wat HP wat hij terugkrijgt. Ja, dat geloof ik heel graag. Maar, ja, nee, ja, ik heb toch liever dat ik kans heb dat ik de eerste hit heb dan dat die een heel klein beetje HP terug gaat krijgen. Terwijl onze Groudon inmiddels level 78 is, mensen. What the fuck? Natuurlijk, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon al die Pokémon ook naar level 100 hebben. Daar niet van. Maar het gaat wel hard, hoor. Het gaat wel hard. Die hoeven we ook niet te leren. Wauw. Masterball nummer 2 deze aflevering. Gisteren Lucky Eggs, Orbs. Vandaag Masterballen. What will be next? Legendaries? What the fuck? Dus vandaag twee masterballen erbij. Dat betekent dus twee. Nou, oké dan. Mind blowing. Mind blowing. Oké dan. Nou, even snel onze laatste Infernape even level up gooien. En dan gaan we gewoon even snel lekker met Rack Candy nog de cool level up. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Let's go. En dankjewel. Take. En hop, 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 hop. En hallo Sableye. Dus even hier, poink. En crunch. En crunch. En there we go. En Rack Candy. Nou, je verwacht het niet, hè. Je verwacht het niet. Hallo, bosje. Crunch. There we go. Hoppatee. En Magnezone level up. Infernape level 70, dat is wat ik wou. Metacross level 72, ook super chill. Dan kunnen we nu lekker bezig gaan met onze Rack Candy. Soms natuurlijk allemaal een beetje Pikachu te zetten. Want dat gaan we natuurlijk gewoon lekker doen. Maar we beginnen natuurlijk met het levelen van onze Magnezone. Want dat moet gewoon gebeuren. Jongen, alsjeblieft. Jongen, hier, ga lekker levelen, jongen. Je verdient het, oké? Okay? Oeh, Gyro Ball. The user tackles the target with a high speed spin. Nee, doen we niet. Hoppatee. En door. En door. En door. Zo, wat gaat het levelen makkelijk? Zap Cannon. Het is altijd zo'n aanval van, ja, je wil hem leren. Alleen tegelijkertijd denk ik van, nee, want het is maar 50-50 chance. Maar ja, het is wel natuurlijk wel gewoon even een flinke aanval. Dus ja, we doen het maar gewoon. Magnezone level 70. We doen hem sowieso naar de 75. Dat is gewoon sowieso wat ik minimaal wil. Zo. Dan pak ik nu mijn Infernape. Die gaan we natuurlijk ook naar de 75 brengen. Hallo, Infernape. Hallo. Zo. 74 en 75. Check. Metacross gaat ook naar de level 75. Zo, de tering, zeg. Wat ben jij groot. Ik ga ook even naar de 75 toe, hoppatee. En dan gaan we eventjes kijken nu naar ons team. Ondertussen is nog even dingen weer weg gaan douwen hier allemaal in. Want fuck al deze troep die we hebben gekregen. Dan dit hier nog bij in, check, oké. Okay. Dan gaan we nu eventjes ervoor zorgen dat we ons team ready zullen hebben. Dan gaan we eventjes onze Tyranitar hier naartoe douwen. Dan gaan wij erbij pakken onze Heracross. En dan hebben we ons team compleet. Ik zit echt zo even te kijken van wat moeten we nog meer hebben. Maar nee, dit is gewoon ons team op het moment. Oké, 3 Lucky Eggs eraf. Dit is op dit moment. Oh nee, gaan we weer een rare glitch krijgen, jongens. Ophouden nou, hoor. Ophouden nou, hebben we gisteren al gehad. Dit is tot nu toe ons team waarmee we natuurlijk de gym gaan aanpakken. Het enige probleem is natuurlijk wel deze level 80 en de rest is allemaal wat lager. Daar ben ik niet een heel erg groot fan van om natuurlijk allemaal nog wat omhoog te gooien. Echt ga ik het wel doen om het allemaal nog even iets omhoog te gooien. Want ja, ik heb zoiets van, we freaking have to, weet je, ik bedoel, het zou zonde zijn als ik allemaal zo'n levelverschil erin heb, het zou allemaal maar weer net eventjes het
kleine beetje damage doen. En ja, ik kan het inderdaad ook doen door hier zo, natuurlijk gewoon de tower te killen en daarmee te levelen, noem het allemaal maar op. Maar fuck dit. We doen het gewoon even lekker zo. Want ja, weet je, die rekkennis hebben we niet voor niks gekregen. En kan je zeggen, ja maar Duf, dit is wel een legendary waar je de Vettori mee omhoog gooit. Inderdaad, het is een legendary waar ik mee omhoog gooi. Hoppatee. Hammerarm. Oeh, kijk, die heb ik wel nodig. Want dit is wel een aanval die ik... Die dus kan gebruiken, want ik weet hij is ground en ik weet ijs, die doet veel damage op, maar we kunnen wel hamerarm gebruiken. En voor de mensen die nu trekken, Duffy doet rest weg. Ja, natuurlijk doe ik rest weg. Like, deze Pokémon is niet effectief tegen ijs, dus als ik rest genoemd wat dan ook, is sowieso al fucked. Maar goed, maakt niet uit. Mensen, wat we nu inmiddels zien is natuurlijk ons team van level 80 Heracross, 80 Megazone. Zeg ik dat goed? Ja, Megazone. Ja, 80 Groudon, 80 Infernape, 80 Metacross, 80 Entei en... Maar was dat alles? In ieder geval, we hebben alles nu op level 80. Hetgeen waar ik niet blij mee ben, is de aanvallen hierop. Hoewel, ik zou hier misschien nog een aanvaltje bij kunnen zetten. Aan de andere kant, op zich Fire Blast en Lava Plume is op zich wel goed om gewoon eventjes daar iets damage te dealen. Het zal niet fantastisch zijn, maar het gaat wel werken. Dan hebben we natuurlijk onze Groudon. Nou ja, die heeft natuurlijk nu een aanval gekregen. Hammerarm, waar ik erg blij mee ben. En hij heeft natuurlijk deze aanval al, waar we sowieso mee gaan beginnen. Maar dat doet gewoon overal damage als het goed is. Dus dat is goed. Dan kunnen we Hammerarm doen om natuurlijk nog even te slopen. Eventueel een fire aanval. Maar ja, hij is natuurlijk wel ground. Dus waarschijnlijk wordt hij vrij snel ge-one-hit. Maar goed, hij kan wel iets damage doen. Dan hebben we natuurlijk nog onze Megazone. Die heeft sowieso 2 steel aanvallen. Super belangrijk is dat. Dan hebben we natuurlijk onze Heracross. Die heeft natuurlijk Brick Break en Close Combat. Close Combat daarentegen... Niet fantastisch natuurlijk, want ja, zijn def gaat wel naar beneden. Maar goed, Brick Break wel. Dus dat is ja. Zou ik natuurlijk nog wel liever een andere aanval willen hebben, maar goed, hebben we nu niet. Infernape, die heeft Close Combat. Oei, dat is wel jammer. Want die events gaat naar beneden. En voor de rest Fire aanvallen, ja, zijn... en we hebben natuurlijk onze Metacross, waar we... Ja, Psychic, ben ik helemaal niet blij, maar wel Hammer Arm. En natuurlijk Meteor Smash, dus... Dit zal moeten gaan lukken en zo niet moeten we eigenlijk eerst nog even een Move Relearner hebben om de laatste twistjes in ons team te zetten, want daar gaat het sowieso lukken. Maar ja, weet je, we gaan in ieder geval eerst morgen zo proberen en als dat in eerste instantie niet lukt, dan gaan wij gewoon alvast hunten op een Legendary. Want ik wil gewoon een keer weer een Legendary hebben. We hebben 7 Masterballen en dan zullen we ondertussen vanzelf wel die Move Relearner een keer tegenkomen, waardoor we dan ons team de laatste Finding Touch kunnen geven en dan sowieso de gym kunnen ownen. Maar... Ik zeg al eerlijk, ik ga ervan uit dat we morgen een nieuwe gym badge erbij hebben. Voor nu mensen bedank ik jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer ook even op Duffy meer mijn tweede kanaal. En mensen, tot morgen.